Opkomende landen staan al een tijdje in de verdrukking, vanaf de lente, zo je wil. Langs drie kanten worden ze aangevallen. Enerzijds zijn er de verwachtingen omtrent een strakker monetaire beleid in de Verenigde Staten. Dat gaat door. We krijgen allicht dit jaar nog twee extra renteverhogingen. Ten tweede zie je nu duidelijker en duidelijker worden dat de Chinese economie vertraagt. De Chinese overheid heeft maatregelen genomen om die kredietgroei, die forse kredietgroei, in te dammen. En oké, ze nemen nu maatregelen om de impact van die groeivertraging te verzachten, maar dat heeft wel een tijdje nodig vooraleer dat effect heeft. En ten derde zijn er de wereldwijde handelsvolumes die vertragen, duidelijk. En daarbovenop komt nog de retoriek, de forse retoriek van president Trump, maar ook van Chinese leiders. En dat geeft natuurlijk wereldwijd handelsspanningen. De vraag is natuurlijk, wat is nu de impact op verschillende landen en kunnen we al die landen zomaar over dezelfde kam scheren? Maar het is duidelijk dat er wel besmetting optreedt, net zoals dat in het verleden ook al in verschillende episodes het geval was. Toch moeten we zeggen dat er een aantal landen echt uitspringen. En de meest kwetsbare landen zijn nog altijd Turkije, Argentinië, Venezuela, Oekraïne. Landen die echt afhankelijk zijn van buitenlandse financiering, die dus veel korte termijn schulden hebben, vaak in dollars. En dus die blijven wel in de verdrukking. Maar je ziet toch ook wel dat er een besmettingseffect is naar landen als Brazilië, Indonesië en Rusland. En dus, dat zal nog even doorgaan, naar alle waarschijnlijkheid. Ook al bijvoorbeeld omdat in Brazilië volgende maand verkiezingen voor de deur staan. Dus de opkomende landen als groep zijn nog niet onmiddellijk uit de verdrukking. Maar we denken wel dat financiële markten naargelang de volgende maanden iets meer onderscheid zullen maken tussen de sterkere landen, landen die dus minder afhankelijk zijn van buitenlandse financiering, en landen die dat wel zijn. Naar groeiimpact is het niet zo dat de opkomende landen vandaag in elkaar stuiken. We zien een groeivertraging. Voorlopige indicatoren suggereren dat een groeivertraging aankomt. Maar het is niet zo dat de boel in elkaar klapt. En we verwachten ook niet dat dat het geval zal zijn. Het blijft wel even afwachten wat de wereldwijde economische impact zal zijn op Europa en op de Verenigde Staten. Wij verwachten dat de wereldeconomie de volgende kwartalen zal vertragen. En ja, de malaise in de opkomende landen is een element dat daartoe bijdraagt.